welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. Want ik ga vandaag de 2022 Maybelline adventkalender unboxen. I can't wait. Ik vind hem echt super mooi eruit zien. En ik hoop dat de inhoud even mooi gaat zijn. Jullie weten, zoals elk jaar ga ik weer een heleboel adventkalenders unboxen op mijn kanaal. Er staan er ook al een aantal online. En ik heb ook een hele video playlist gemaakt met alle adventkalenders. Dus mocht je willen binge-watchen, je kunt dan gewoon naar die playlist gaan. En vandaag gaat het dus over Maybelline. En dat houdt in lekker veel make-up. Ik hou van make-up, dat weten jullie. Ik hou altijd van make-up adventkalenders. En dat gaan ook waarschijnlijk de meeste kalenders zijn die ik ga unboxen dit jaar. Als jij een kalender of kalenders hebt die jij wilt zien, let me know beneden in de reacties. Want dan ga ik die misschien ook unboxen. Ik heb er ook nog een aantal die onderweg zijn. En echt, I love it. Ik vind het altijd zo leuk. Het brengt me ook altijd helemaal zo in de feestsfeer en alles. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Dus vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, jongens, dit is hem dan. Dit is de Maybelline 2022 24 Doors Adventkalender. Dus 24 vakjes, zoals de meeste kalenders, dat weten jullie. Ik vind de verpakking heel mooi. Zo goud, beige is echt mijn fave. Dit is echt qua verpakking de mooiste tot nu toe. Qua kleurtjes en qua vibe. Echt helemaal mijn ding. Echter, ik heb hem besteld bij Zalando online. Ik zie dat ik hem heb besteld voor 60 euro. En hij kost nu 80 euro. Ze hebben er gewoon 20 euro bovenop gedaan. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb hem ook niet gehaald in de sale of zo. Hij was gewoon oprecht dat bedrag. Dus heel raar. Ik denk dat omdat hij misschien heel goed verkocht, dat ze gewoon iets hadden van ja, 20 euro erbij. Maar ja, 80 euro, 60 euro is wel een groot verschil. En ik vind eigenlijk dat je dat niet echt kunt maken. Maar ja, oké, het is wat het is. Ik zal ook even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb lippotloodje op van Charlotte Tilbury in de kleur Foxy Brown. En deze prachtige nude lipgloss van Catrice in de kleur 020 Beige Dahlia. Dit is mijn fave nude lipgloss. Hij is echt fantastisch, jongens. Ik zou hem echt halen. Lekker goedkoop ook. De Clean ID Hydra Lip Plumper. Oké, even snel voor de mensen die geen idee hebben wat een adventkalender is. Dat is gewoon zo'n kalender met 24 bokjes. En dan is het de bedoeling dat je in december vanaf 1 tot en met 24 december elke dag een bokje openmaakt. En dan heb je elke dag een cadeautje voor jezelf tot en met aan kerst. Meestal zijn 24, sommige zijn 31. Die van NYX was dus zoveel. En je hebt ook de wat kleinere boxen met slechts 12 dagen. Die heb je ook nog. Maar gewoon de meeste, de cliché adventkalenders zijn dus 24 tot en met aan kerst dus. En ja, sommige kalenders zijn heel goed. Sommige zijn slecht. Sommige zijn duur. Sommige zijn goedkoop. Deze is qua prijskategorie niet heel goedkoop. Het is wel een beetje duur, maar niet heel duur. Want je hebt ook nog kalenders van echt 120 euro, et cetera. Dus het valt qua kalenders een beetje in de middencategorie, zeg maar. Even kijken. Ik heb ook dus geen idee wat erin zit. Dat wil ik altijd absoluut niet weten. Want ik wil altijd gewoon worden verrast, zeg maar. Het zou fijn zijn als hij open gaat. Oké, je kunt hem er gewoon, zeg maar, zo uitschuiven. Oeh. Dit is wel echt de mooiste boom ever. Kijk hoe mooi het zo verlicht en zo. I love it. Dit is de achterkant. En dan, oh, zo. Oh, het heeft zo van die boxjes die je zo gewoon eruit kunt halen. Oké, er staat op. You are powerful, loved, gorgeous, amazing, smart, beautiful, brave, magical, strong, priceless, confident. More than you think. Nou, als je een beetje een zelfverzekerdheid boost wilt, dan is dit de kalender voor jou. Ik vind dit soort kalenders altijd heel fijn, want dan verpest ik mijn manicure niet. Want jullie horen mij daar altijd over klagen. Maar deze boxjes zijn altijd heel makkelijk om te openen. Dus dat vind ik wel fijn. Vooral voor de wat hogere prijs vind ik dat wel een beetje een must. Oké, laten we gewoon beginnen. Zoals je kunt zien, op elke box staat een getal. En we beginnen gewoon bij 1, als ik die kan vinden. En het is Duits. Dit is by the way Duits. Bijna alles wat je bij Zalando bestelt is Duits. Maar het is ook een Duitse webshop vandaar. Maar ze hadden wel op zijn minst Engels erbij kunnen doen of zo, naar mijn mening. Niet iedereen kan Duits. Ben ik nou blind? Zien jullie 1? Is 11 1? Is dit 1 in het Duits? Wat is 1 in het Duits? Oh, hier eins. Ik denk dat eins 1 is. Oké, het is best wel een zwaar doosje. Afgelopen jaar heb ik hun kalender ook in box. En het was best wel een goede kalender. Wel vooral lipsticks. Maar ja, ik hou altijd gewoon wel van lipsticks. Dus ja, I don't care. Oeh, de Color Tattoo 24-Hour Eyeshadow. In de kleur Pink Gold. Deze schijnen heel goed te zijn. Het is dat ik persoonlijk niet zo hou van losse oogschaduwen. En helemaal niet van creams. Maar deze schijnen wel echt heel goed te zijn. En als het goed is, is dit ook gewoon een full size. Dan gaan we verder met nummer 2. Die is hier. Ik rijk hem er niet uit als ik de kalender zo vasthoud. Dit is dus nummer 2. Deze voelt een klein beetje licht aan. Maybelline Cheek Heat Sheer Gel Blush. Hebben jullie dit product ooit gebruikt? Ik ken het helemaal niet. Is het nieuw? In de kleur 30 Coral Amber.
Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik ga ook wel een aantal producten in een andere video testen. En ik denk dat dit er eentje van gaat zijn. Want ik ben echt intrigued. Blush gel. Wel echt een hele mooie kleur. Dat wel. We gaan verder met Dry. Dat is dus nummer 3. Wel een grote box, maar wel heel licht. Oeh. Dit is nog extra verpakt. Wat is dit dan? Oh, zo'n skincare stain. Deze moet je zo gebruiken, zo op je gezicht. Op een schoon gezicht, niet op je make-up. Maar dan doe je een beetje zo. En dat is dan goed voor de bloedsomloop in je gezicht, in je huid. Hier is nummer 4. Oeh, misschien een mascara of zo. Ja, ik wist het gewoon. Een mascara. Je kunt zien dat ik echt heel veel kalenders unboxen. Ik weet het gewoon al van tevoren. De Falsies Mascara. Echt, hun staan bekend om hun goede mascara. Al heb ik deze nog nooit gebruikt. Let me know wat jullie hiervan vinden. Ook full size. Wat was dit nou? Nummer 4? Ja, nummer 4. Hier is nummer 5. Deze is een beetje klein, maar wel zwaar. Nagellak, tuurlijk. Dat moet er ook bij. Ik heb acryl, dus ik gebruik dit nooit. Maar dit gaat allemaal in mijn cadeau la voor iemand anders. Wel echt een hele mooie kleur. Ook mooi voor de herfst. Jongens, het is maandag 12 uur. En ik hoor die ene brandweeralarm die altijd afgaat. Ik hoop dat het niet te vervelend is voor jullie. Is het een brandweeralarm? Wat is dat eigenlijk voor een alarm? Ik weet alleen dat die elke eerste maandag van de maand gaat die af. Maar ik weet niet echt waarom eigenlijk. Let me know. Jullie weten dat vast wel. Oké, waar ben ik weer gebleven? Ik weet het niet meer. Oh, nummer 6. Ik denk dat seks... apart woordje. Nummer 6 is. Deze voelt ook weer zwaar aan. Lifter gloss. Oh my gosh. Ik kan niet eens. Ik ga niet eens beginnen. Echt, ik wil nu al springen. Deze zijn zo goed. De lifter gloss is zo goed. Ik heb hem in een andere kleur. Waar is die van mij? Ik heb deze in een wat feldere kleur. Dit is de kleur 005 Petal. En dit is dus de clear kleur 002 Ice. Hier ben ik echt heel blij mee. Deze is echt heel goed. Tot nu toe is het echt een leuke kalender. Ook allemaal full size en zo. I love it. Nummer 7. Dat is deze. Een kleine versie. Dit is volgens mij de eerste mini versie van ook een mascara. De Falsies Lash Lift. Is dat nou gewoon deze? Nee, nee. Het is wel echt een andere. Nummer 8. Dat is dus ook gewoon in het Duits 8. Echt, ben ik de enige die gewoon geen woordje Duits kan. Gewoon echt helemaal niks. De Baby Skin Instant Pore Eraser. Een oldie but a goodie. Dit is echt hun oudste gezichtsprimer ever. Maar veel mensen vinden hem wel echt heel fijn. Nummer 9. Dat is deze. Dit is iets duns, iets kleins. Oh, een potloodje. Mijn kat is hier gewoon op de grond aan het krabben. In ieder geval Maybelline een Tattoo Aligner oogpotloodje. Een zwart oogpotloodje. Dit is wel de kleine versie volgens mij. Zussen, wat ben je aan het doen? Kom eens hier. Zeg eens hallo tegen iedereen. Hey, mijn baby. Hij moet vandaag naar de arts. Moet jij vandaag naar de dierenarts? Hij moet naar de arts. Hij is niet ziek of zo. Maar ik zie elke keer dat als hij eet, het vast zit. Hier zo bij zijn tand of iets. Dus ik denk dat er misschien iets is afgebroken of weet ik veel. Dus ik ga even laten checken. Oh my gosh, hij is op mijn laptop gaan staan. Bijna alles viel. Oké, nou is hij weggerend. Want hij schrok van zichzelf. Oké, verder met de orde van de dag. Waar zijn we gebleven? Dit was nummer 9, dus nummer 10. Dat is deze. Deze voelt ook weer zwaar aan. Als hij zwaar voelt, maakt dat mij altijd enthousiast. Oh. Nagellakje in een roze kleur. Oké. Ik vind het echt een leuke kalender. Ik ben het echt helemaal happy aan het unboxen. Nummer 11 staat letterlijk op 11. De laatste kalender die ik heb unboxed was van NYX. Staat ook al online. Die was niet echt heel positief. Oeh, een lipstick. Onze eerste lipstick in de kleur 642. Oeh, mooie kleur. Zo kleuren vindt mijn moeder altijd heel mooi. Dus ik denk dat ik deze aan haar ga geven. Dit is echt heel mooi. Dit is echt een perfecte kleur voor haar. Deze gaat echt naar haar toe. Oh, ik vergeet heel tijd waar ik ben gebleven. Want ik ben heel tijd weer afgeleid. Iemand appt weer. Of weer mijn kat of whatever. Dit was 11, nummer 12. Ja, nummer 12, 12, 12. Dat is deze. Deze is wel echt iets heel kleins. Oh, ook een potloodje. Maybelline lippotloodje in de kleur 750 Choco Pop. Ik gebruik altijd bruine lippotloodjes zoals je kunt zien. Dus deze lijkt mij wel heel mooi. Oeh, een beetje bruin, maar met een paarse ondertoon. Deze gaat zeker worden gehouden in mijn eigen collectie. Nummer 13, weer een beetje een klein boxje. Ja, tuurlijk een puntslijper. Dat moet in elke box, moet minimaal één puntslijper. Nummer 14. Deze voelt weer zwaar aan. Weer zo'n Tattoo Ink oogschaduw in een witte kleur. Deze is misschien ook mooi als een soort van witte basis onder je andere oogschaduwen. Gaan verder met nummer 15. Tattoo Liner. Oeh, een eyeliner. Ik twijfel een beetje of ik deze ooit heb gebruikt. Heb ik deze ooit gebruikt? I'm not sure. Ik ga hem wel even openmaken.
Gewoon een liquid eyeliner volgens mij. Ja. Dit is echt een product echt helemaal voor moi. Want ik gebruik altijd dit soort eyeliners. Volgens mij heb ik hem nooit gebruikt. Ik weet wel dat ik hun pen heb. Die wel. Maar volgens mij deze liquid nooit. Dus deze ga ik denk ik ook in een video testen. Ben ik benieuwd naar. We gaan verder met nummer 16. Deze kalender is tot nu toe echt top. I love it. De welbekende Instant Anti-Age Concealer. Die iedereen geweldig vindt, behalve ik. Ik vind het wel een beetje tricky om zo'n gezichtsproduct in een kalender te doen. Want echt iedereen heeft een hele andere huidskleur. Dus het zal maar matchen met echt een klein groepje mensen. En met mij matcht die al niet, want het is de kleur 01. En dat is echt een hele, hele lichte kleur. Ik zou er wel mee kunnen wegkomen, maar ja, het is niet echt mijn kleur. Dus ik vind eigenlijk dat dit soort gezichtsproducten niet thuis horen in een adventkalender. Of je moet echt een kleur erin doen voor iedereen. Nummer 17. I love it. Oh, weer een potloodje. Volgens mij een gel pencil crayon gel. Dit is een oogpotloodje volgens mij. In de kleur Rich and Berry. Een beetje paarsig, zeg maar. Next up is nummer 18. Weer een nagellakje. Rood. Heel mooi voor met kerst. 19. Dat is deze. Oeh, nog een mini versie van een mascara. De Colossal Mascara of zoiets. Oh, ik was weer afgeleid. Waar ben ik nou echt? Ik storm me gewoon aan mezelf. Denk bij 20. Dus neem een Zwanzig of zoiets. Dit is wel echt een grote box. Oeh, hair tie van Invisibubble. Apart, maar wel gewoon een fijn product voor je haar. Deze gebruik ik echt altijd. Want dit gaat ervoor zorgen dat als je haar vastmaakt, je niet zo'n knik krijgt in je haren. En vooral met krullen gaat snel klitten. En hierdoor glittert het ook niet. Dus ik ben hier wel blij mee. Nummer 21. We zijn bijna klaar. De laatste vier. Oh my gosh. Weer een potloodje. Een black oogpotloodje. Hebben we nou twee zwarte oogpotloodjes. Dit is de tattoo liner. En dit is gewoon een normaal zwart oogpotloodje. Ik weet niet echt wat het verschil dan zou moeten zijn. Maar oké. Nummer 22. Oeh, deze voelt echt heel zwaar aan. Ja, tuurlijk. Nagellakjes, want die zijn altijd zwaar. Nog een mooi kleurtje. Nummer 23. Die voelt weer heel licht aan. Nog een potloodje. Lip liner. Ik hou altijd van lip liners. I love it. In de kleur Dusty Rose. Oeh, hele mooie roze kleur. Hij voelt ook heel smooth en creamy aan. I like it. Ook deze ga ik zelf lekker houden. En dan last but not least, nummer 24. Deze is ontzettend lang. Echt de meeste lange box van allemaal. Oh, een full size mascara. En deze is echt overhyped. En ook door mezelf, want ik vind hem echt heel goed. Deze heb ik ooit in een video getest. En ik vind hem echt, echt heel fijn. De Colossal Mascara. En ik ben ook weer toe aan een goede nieuwe mascara. Dus hier ben ik blij mee. En dat was het dan, jongens. Hij is helemaal leeg. Nou mensen, ik weet niet van jullie, maar ik vond het echt een leuke kalender. Oh my gosh, het was echt, echt een leuke kalender. Een heleboel leuke producten. We hebben ook echt van alles. En ook echt goede producten. Geen prul wat ze maar er gewoon in hebben gegooid. Of slechte kleurtjes. Wel minder lipsticks dan afgelopen jaar. Dit jaar maar eentje. Dus ik zie ook echt verschil met afgelopen jaar. En ook dat is vaak niet het geval. Vaak brengen ze gewoon ieder jaar de identieke kalender uit met een andere verpakking. En dat vind ik ook altijd heel jammer. Maar dit zijn echt andere producten en hele verschillende producten. Dus ja, deze kalender is zeker goedgekeurd door mij. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know in de reacties. Zijn jullie net zo enthousiast als ik? Of helemaal niet? Dat kan ook. Let me know. En zo was ik ook al zei in het begin. Laat me ook weten welke kalenders jullie nog meer willen zien. En ik hoop ook weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!